De hoogste divisie? Hoogste divisie, topclub. Ja, AZ-fans, leuk dat jullie kijken. We gaan een supersonische quiz spelen van A tot Z. Dat doen we vandaag met Thijs Oosting en Peer Koopmeijners. Jullie krijgen zo meteen 5 vragen. Als je het antwoord weet, druk je op de knop, ja. Krijg je de beurt. Moet je wel het antwoord gelijk zeggen. Als je dan wacht te lang, dan gaat de beurt naar de ander. Als je het fout hebt, dan mag de ander ook nog een gokje wagen. Oké, duidelijk. Maar, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen met vraag 1. Komt-ie aan. Owen heeft in FIFA de hoogste rating met 79. Wie komt daarna met 78? Zeg maar. Mitch. Dat is goed. Mitch, hè? Ja. Heel goed. 1-0 voor jou, Thijs. Komt-ie. Volgende vraag. Bij welke Spaanse club spelen op dit moment 2 oud-AZ'ers? Hé? De hoogste divisie? Hoogste divisie. Topclub. Sevilla. Dat is goed. Kun je ook zeggen welke twee? Nou, Idrissi. Ja. En verder kwam ik even niet. Goedelje. Goedelje? Ja, ja. Stom. Ik dacht aan Idrissi. Ja, ik dacht niet komen denken. Ik zat te denken, man. Dat is goed. Ja, oké. Mooi. Puntje. Nee, maar ja, zo gaat het gelijk om. Dat is altijd leuk om te zien. Komt-ie. Vraag 3. Welke speler kocht Sam Beukema als eerste in FIFA 22? Zichzelf. Ja, dat klopt. Dat is goed. 2-1. Van 2006 tot en met 2010 speelde Moussa Dembélé bij AZ en was hij goed voor 24 doelpunten in 118 wedstrijden. Maar de vraag is, voor welke club is hij nu actief? Mogen wij een hint geven, Carlo? Klein hintje? Het is... zijn we dol op. Het is een club uit China. Oh. Zhangzhou Evergreen. Het is bijna, maar het is Guangzhou. Ja, die tellen we niet. Tellen we niet? Shang-Tzu bestaat, ja. Uitspraken valt verbeteren. Evergreen is een andere club. Ja. Nee, ja. Wie is volgens FIFA 22 de beste dribbelaar in de selectie? Kasson. Het is eigenlijk heel simpel. We spelen de 5 seconden ronde en je moet 3 goede antwoorden geven in 5 seconden. Dus op het moment dat ik hem gesteld heb, klik ik de stopwatch aan. Gaat de tijd lopen. Als je binnen die 5 seconden dus 3 goede antwoorden geeft, krijg je een punt. Maar je moet dan wel gelijk op de knop drukken. Noem 3 clubs die of in de keukenkampioendivisie of in de Eredivisie spelen en uit Limburg komen. VV Venlo, Fortuna Sittard en MV Maastricht. Goed. 3 seconden. Mooi. En 50. Mooi. 3-2. Mooi. Komt ie aan voor jou, Thijs. Noem 3 clubs die of in de keukenkampioendivisie of in de Eredivisie spelen en de kleur geel in het logo hebben. ADO Den Haag, VV Venlo en NAC. Dat is ook goed. Noem 3 oud-trainers van AZ. Dick Advocaat, Gert-Jan Verbeek en... Bondscoach misschien. Ja, dat is wel echt te laat. Ja, nee, ik zit al op 7 seconden. Ja, helaas. Noem 3 oud-keepers van AZ. Marco Bissot, Esteban en Vince Johnson. Vincent Janssen zegt dit kunnen we niet goed. Het blijft 4-2. Noem 3 landen die ooit het WK voetbal hebben gewonnen. Spanje, Duitsland en Brazilië. Ja, dat is goed. Ja, maar dat is gewoon keurig. Beetje wisselen, ja. Noem 3 landen die het WK voetbal nooit wisten te winnen. Nederland, Georgië en China. Ja. Ik heb echt keuze uit minder landen. Hij heeft echt keuze uit veel meer Klopt. Landen. Hij had alles uit Malediven, ja, wat je nee, nog kunnen noemen. Zeggen. Dit is weer echt die wikkendo, hoor. Filipijnen. Nou, lekker. Noem 3 van je favoriete gerechten. Spareribs, pizza en poffertjes. hij doet wel lang. Nee, maar ja, het is hier, het binnen de tijd. 4-0-6, ja. Ja. Noem 3 landen waar je heel graag heen zou willen op vakantie. Italië, Spanje, Frankrijk. Noem 3 scheidsrechters uit de Eredivisie. Makkeli, Hichler en Keusbuuk. Noem 3 voetbalanalisten op tv. Kenneth Perez. Oeh. Ja, ik kijk te weinig. Oh ja, Er is nog 1 ronde en dat is de ronde spelerspaspoorten. Oh. En bij de ronde spelerspaspoorten gaan jullie een paspoort te horen krijgen van spelers die gelukkig bij AZ spelen voor jullie. Mocht je de clubs horen en denken, hey, ik weet hem al, druk je op de knop, heb je het goede antwoord, krijg je een bonuspunt. Deze speler speelde in de jeugd van Willem II, ging daarna naar Jong PSV en speelt nu voor AZ. Zakaria Boglan. Dat is goed, 1 punt voor jou. Deze speler speelde in de jeugd bij Mjölner, moet ik het goed uitspreken. Daarna ging hij naar Bodo Glimt en nu speelt hij bij... Hakan Evin. Dat is goed, 2 punten. Komt hij de laatste alweer? Ja, je moet dus deze in de zin goed hebben. Dus als hij hem in de vraag goed heeft, dan staat het gelijk. Ja. Dan gaan we naar een benaderingsvraag. Dus zo spannend is het nu op dit moment. Komt hij aan. Deze speler begon bij AZ, ging toen naar Volendam, MVV en is weer bij... Hobby Frilst. Oh, dat is fout. AZ en Volendam, MVV? Volendam en MVV. Hij zit hier echt. Jelle, daar zit hij. Kijk, dat is goed. Ik klik dit snel. Ja, het was Hobie Frilst, maar dan had ik Goat Eagles. Oh, dat was Goat Eagles. Ik had ook Hobie in het begin. Ja, MVV, Volendam, Goat Eagles. Ja, daar had Goat Eagles nog bij gemoeten. Ja.
maar die zat er niet bij. Dus snel. Nee. Alsnog, je hebt wel een punt, maar ja, het is 8-7 jongens. 8-7 is het geworden, dus Thijs, gefeliciteerd. Winnaar van deze ronde. Dankjewel. Dankjewel. En daarmee komt Thijs op een tweede plek. 8 punten en hij deelt die plek met Jelle Duin. En Peer komt op plek 3 met 7 punten.